Wat ga je doen als het slecht weer is, als je gegeten hebt, maar als je denkt, het was nog niet genoeg? Dan ga je cream cookie pannenkoeken bakken. Cream cookie proteïnepoeder. 3 scheppen in een pannetje of in een schaal. 2 eieren erbij. Een tonnetje yoghurt. En een minuscuul theelepeltje. Gist. Beetje water als het nodig is. Ik heb er ook een heel klein beetje olie in gedaan. Roeren. Even laten staan. Dan kan de gist even een beetje zijn werk doen. En dan als dikke pannenkoekjes bakken. Als vleentjes. Oh, lekker. En dit is dan cream cookie, maar je hebt allerlei smaken. Maar de proteïnepoeder moet wel een beetje geschikt zijn voor pudding of voor pannenkoekjes of voor wafels. En dan kun je de bananen bij doen of aardbeien. Je kan het met ijs eten. Zo goed voor de lijn. Een beetje kokosolie. Goed omdraaien. En als je ze rustig omdraait, niet zoals ik het heb gedaan, dan worden ze heel mooi. En dan worden het heerlijke fluffy vleentjes. Fluffy vleentjes. Die ik vanmorgenochtend bak, maar die straks gewoon op zijn. Die heeft een grote stapel in je bak. Ja. Tijd voor koffie. En in de vuile wokpan, daar bak ik alles in zo'n beetje, heb ik water op staan. Daar doe ik gewoon de afwas in. Stop het dadelijk over in deze. En dan doen we alles tegelijk. Onze routine. Dat waren de ezels. Even de coördinaten nog een keer laten zien van dit pareltje van een plekje. Hier staan we. En we gaan nu naar Privas, heet dat. Privas. En zoals je ziet is het geen vakantie meer. Een beetje koud. 2 dagen gestaan hier. Oh, Indietje. Ja, lieverd. He? Ja, we gaan toch weer zitten hoor. Hij weet het alweer. Indy heeft hetzelfde als wij. Na 2 dagen begint het weer te kriebelen. En dan wil je gewoon weer rijden. Niks laten staan. Nee. En dan gaan we weer zwerven. Privas. En daarna gaan we naar een waterval. Hebben we gepland. Tenzij het zo hard regent dat het overal een waterval is. Want dan hoeven we die moeite niet te doen. Dan kan je vloggen. Precies. Dan gaan we lekker een camperplekje zoeken. Zitten er zat hier? We zitten nog steeds in het Nationaal Park de Lardèche. Dat is een natuurpark. En dat is de titel waard. Dit zijn dakpannen. We rijden over eeuwenoude de dakpannen. Daarom noemen ze dit verhard. Truus zou zeggen, ja hoor, dit is verhard. Oké, ik ga wel even die dingen loshalen. Ja, gevaar van mijn eigen leven. Truusje die wilde gisteren de route niet aannemen. Ze wilde persen over de D7. Ik zal het laten zien. Maar we zitten daar. En hier ligt Priva. En we wilden deze weg. Maar ze ging steeds helemaal zo. Helemaal zo. En toen heb ik de onverharde wegen vermijden uitgezet. En toen nam ze deze wel. Ze denkt dus dat dit onverhard is. Nou, ik hoop niet dat er onverharde stukken komen, maar tot nu toe gaat het al aardig, toch? Ze hebben gisteren misschien oud asfalt neergelegd. Dat kan ook. In ieder geval rijden we van Freycinet, van de Ezelcamping, over het stukje wat ze de D7 noemen, naar Priva. En Priva ligt hemelsbreed in de buurt van Aubenas. En Montélimar en de Rhône. Route touristique de Quaron, Chabanet Priva. En dan staat er. Ik wil daar verop staan, dat weer een bord cinema. Oké. Route Entadie en Casse de Neige. Jij, dat is als er sneeuw ligt, schatje. Kijk, we komen langs die hele grote jongens die weer stilstaan. Gistermorgen ook stonden ze stil. En toen begon het 's middags een beetje op te klaren. En toen zagen we ook dat het weer was gaan waaien. En dat is het natuurlijk. De wind die waait de wolkjes weg. De wind die waait de wolkjes weg. Waai, waai. Er waait helemaal niks.
Het asfalt is natuurlijk niet best. Dit zijn geitenpaadjes die wij leuk vinden. Trusje, dat weet jij toch? Je kent ons toch? Je hebt het ons geleerd. Graf, Kees. Wat is er nou weer maf? Ja, als je daar beneden woont, dan denk je dat de winter ingevallen is. Nu net, die hangen de kersen al rijp. In Portugal donderden de Chinezen. Nooit die dingen. Zie je ze vallen? De Chinezen uit de boom. In Portugal donderden de sinaasappelen uit de boom. Hoe kom ik nou weer in Chinezen? Echt hoor. Sta ik met het maatschappje, sta ik proteïnepoeder over te scheppen in de pot. Denk, god, laat het maatschappje er eens zitten. Shit, ik zie hem niet meer en ik zoek het. Nee, want waar schep ik het dan mee in de pot? In mijn andere hand heb ik dat maatschappje. Duh. Ja, je moet mij maar niet auto laten rijden vandaag. Ja. We zitten in de nuifkar. We zitten in de nuifkar. Dan moet eigenlijk western muziek aan hebben. Het verschil eigenlijk. Het verschil is dat er hier een foto in zit. Een paard. Paard. Of een ezel. Oh, dat is hier wel. Een beetje leeg. Ja. Oh, je wordt hier wat smaller. Ik zit echt naar achter geleund. Oh, ik mezelf een beetje tegen zo. Want anders rol ik met mijn neus tegen een dashboard. Yes, dat is het stel. Ja, als er sneeuw ligt, dan ga je vol. Dan glij je aardig naar beneden, ja. Nou ja, dan eindig je in die bosjes hier en is dan een paal. Een beetje verborgen. Waar is die vrachtwagen? Waar dan? Waar dan? Sorry. Hallo. Hey. Hij zegt, oh, veel zielig. Je kan hem wel heel erg voor de gek houden. Hij wilde geen kattenvoer eten, maar we konden niks anders vinden. Dus we hadden een blikje kattenvoer door zijn brokjes. Nou, hij weigerde net. Ik zei, oh, lekker hè, yoghurt. Nou, lik je yoghurt er doorheen. Nou, het ging zo naar binnen. Sukkel. Die randjes zijn niet zo fantastico. Die zijn een beetje. Het is ineens plop, weg, jungle. Daar begint Narnia. Nou, ik wil niet met de camper. Oh, sappo. Wat doe je dan? Ja, ik blijf gewoon pedalen. Heb je de verkeerde schoen aan? Dat is geen lekker puntje om van je pedalen af te schieten. Jij wil gewoon mij even zieken. Ik wou net vertellen, weet je wel, Anka de Nesje, kijk eens hoe stijl dit is. Ik denk, holy moly, daar gaan we. Ja, nou, ik ben in ieder geval, de adrenaline heb ik al in mijn lijf, ik hoef alleen nog maar te gaan trainen. Er komen er twee aan en hier is het breed. En hier kunnen ze, waarom ga je dan naar het smal? Oh. En dat gaatje moet je niet in daar, hè? Zij gaan maar gewoon de berg op, vind je? Nog meer! Geer, wacht nou even, joh. Waarom moet je nou rijden? Ja, ik moet even een klein beetje horen. Nee, je kan niet meer naar... Oeh. Je staat met je wielen al. Dit is de route toeristiek. Jullie wonen hier. Wij mogen hier komen. We moeten hier wachten. Er komt nog een vrachtwagen omhoog. Oh, oké. Okay. Ja, is goed. Hè. Bedankt hier. Ja, oké, helemaal zo. Dit is dan het enige puntje. Tot morgen, Jan. Morgen of zo, na de lunch. Hallo, we hebben niet de hele dag. We zijn aan het recreëren, ja. India komt er echt een vrachtwagen. Maar je moet even wachten, want ze zijn hier niet zo snel. De auto achter ons. Oh, nog een camper. Nou, we werden net tegengehouden door een Fransman. Er komt nog een vrachtwagen omhoog. Die moet daar blijven staan. Nou, er staat nog een Hollands stel achter ons. Met een camper. Die is 2 jaar ouder dan Daisy.
Maar ja, we hebben gezegd, joh, we nemen het risico, we rijden. Hier zijn allemaal, moet je kijken, hier zijn allemaal brede plekken. Dus, en over 1,7 kilometer hebben we het wel zo'n beetje gehad. Het zit goed. Het gaat allemaal goed komen. Nou gaat het ongeveer recht naar beneden hier. Dus, wat een achtbaan. Da-da-da-da-da. Wat een achtbaan. De route toeristiek. Kijk, als je hem nu tegenkomt, zeg ik ja. Oh ja, oké. Nou, wij hebben het gered. On the road again! Als je het leuk vindt om de video's te bekijken, worden jullie beroemd? Je komt erop als je het wil. Ja hoor, mag. Even filmen, want ik vind... Mijn reis gewoon 4 jaar door, hoor. We hebben geen kans. We hebben alles verkocht. We hebben alles verkocht. Och, groot gelijk. Gaan we ooit ook doen. Heerlijk is het. Bye bye, jullie ook. Doei. Leuk, hè. Kijk dan. Yay. Hier, och geweldig. Oh joh, we hebben geen vakantie, we blijven dit gewoon nog 4 jaar doen. Geweldig. Huh? Die zijn fulltime. Fulltimers, on the road again. Ongelooflijk leuk. Er waren brede wegen, maar oké, okay, ik let even niet op. Chris. Het host, dus we gaan toch niet naar die waterval. Want het water valt hier al. En het water valt, dus waarom zouden we naar een waterval? Hier moet waterstroom met ons mee. Waterval, weet je wel. En hiervoor rijden we naar Valence. Een stukje omhoog, een uurtje omhoog. 43 kilometer. Ja, als je dit soort wegen neemt, dan duurt dat een uur. Ligt er in de deuk, hoor. Sukkel. Door de jungle heen. Downtown jungle. De eerste afslag naar D302. Ja, maar Truus, waarom wil je nou god? Kun je stoppen? Want dit is niet een goede route. Dit is gewoon raar. Waar is die vrachtwagen dan? Waar is die dan? Zie je hem al? Ja, daar. Ja, nog niet. We blijven naar beneden gaan. Ik bedoel, dadelijk komen we in een meer terecht van regenwater. Het verzamelpunt. Holy moly, dit is wel heel zo malletjes. Zalig. Holy shit. Heel veel water. Oh, die wou er ook nog in. Ja, kan je doen. Oh, dan ga je die draaien redden zo. Ga rechtdoor. Rechtdoor? Precies niet wijs. Wat? Nou, leuk. Ja, leuk. Ze is weer bezig. Volg D104. Patisserie. Yes. Mensen worden maar een beetje raar als het regent. Daar hebben wij geen last van. Nee hoor. Nee. Dit is de D86. En zij volgt. Wat hebben jullie een pact gesloten of zo? 38 minuten, 53 minuten. Nou, kijk, tegelijk rijden. Hoppa. Ja, die had je, hè? Ja, had je hem? Was het wat? Hoe smaakte die? We zitten hier, we hebben net dit gedaan. Hier gaat de wonen. We gaan zo zachtjes steeds een heel klein stukje omhoog. Een beetje naar het midden van het land. Om niet bij Lyon en zo uit te komen, maar wel in die mooie gebieden daarnaast. Want als je dit zo kijkt, de lijn omhoog is naar Lyon. Uiteindelijk. Maar als je dit kijkt... Dat ziet er leuk uit. Dus dan gaan we een beetje freewheelen. Rijd over 2,5 kilometer de rond om de ronde. Over 2,5 kilometer. Mensen, ben ik het alweer vergeten. Ik weet niet eens hoe ik heet dan. Yes. Nee. Moeten we wel een aanwezig. Dan heb ik al Alzheimer en een baard. Jezus. Ja, gelukkig heb ik dan Alzheimer, want dan weet ik niks van die baard. Oh, 2,5 kilometer een rotonde. Ja, en misschien is dan de wereld ook nog wel vergaan in de tussentijd. Draaien we de andere kant op. Whatever. Tjus. 5,33, ja.
Dat is deze weg. En we gaan naar een meertje. En dat ligt bij Nonières. Camperplaats. Hij ligt onder de 533 op een gegeven moment. Wel de meest mooie route volgens mij om er te komen, hè? Ja, ja. Zo, dit is echt mooi. Ik heb het meertje zien liggen. Ja. Yep. Nou, we zijn er bijna. Ja. Scherpe bocht naar rechts, en dan is het recht naar beneden waarschijnlijk. Scherpe bocht naar rechts. Oh, fuck it. Zo, dat is wel heel scherp inderdaad. Zo iemand zijn tuin in. Holy moly. Ga je er redden? Hey, stietjes. Joehoe. Oh, kijk dan hoe stijl. Even mezelf tegenhouden. Oh man, dit is echt de achtbaan. Oh, gut.